CBN Prime Alert van dinsdag 11 november 2014. Uw aandacht voor de headlines. Verdachte Saak Zhou komt terug op zijn verklaring. ADEC studenten luchten hun hart tijdens werkbezoek president Boutersum. BOVA spreekt ADEC studenten toe. Adien wil samen met studenten werken naar oplossingen. President Boutersen geeft antwoord op vragen pers. 5 inbraakverdachten aangehouden en opgesloten. Rahid Abdul uitgeroepen tot kunstenaar van 2014. En diefstalverdachte Wesfa wordt gezocht. President Desi Boutersen heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En het werkbezoek hield in dat hij een rondleiding heeft gehad door het complex van de universiteit. En dat hij dan ook het bestuur van de universiteit heeft toegesproken, maar als ook de studenten van de 3 verschillende faculteiten. En de studentenvertegenwoordigers, als ook de studenten, die zijn in de gelegenheid gesteld geworden om met hun problemen kenbaar te maken aan de president, waarvan zij ook dankbaar gebruik hebben gemaakt. Vanwege de lange duur, want de president die is er vanaf vanochtend vroeg tot bijna laat in de middag, 3 uur geweest op het universiteitscomplex en alle zaken aangehoord, kunnen wij u maar een samenvatting geven, waardoor wij u brengen het moment waarop de president de studenten toespreekt, als ook de vertegenwoordiger, studentenvertegenwoordiger van de faculteit der maatschappijwetenschappen, als ook een student die toch wel heel belangrijke zaken heeft aangehaald, de heer Chitani, heel belangrijke zaken heeft aangehaald en waarop de president ook is ingegaan wat de problemen zijn welke vooral deze jongeman heeft aangekaart. We voeren u naar dat moment. De mensen van die maatschappij die krijgen, die zullen weten dat elke cel welke deel uitmaakt van een geheel dezelfde symptomen zal hebben van het geheel. Dus wanneer de cel analyseert, dan zul je dezelfde symptomen welke je in de cel ziet, zul je tegenkomen van dat deel waarvan de cel het geheel uitmaakt. Ik ben hiermee begonnen omdat ik uiteraard ook oog en oor heb in de gemeenschap en weet dat er altijd veel klachten zijn. Ik moet zeggen, bij de rondleiding en bij de korte presentaties tijdens de rondleiding van wat is overgenomen en met welke problematiek de leiding hier zit in de breedste zin des woords, dan begreep ik de complexiteit en natuurlijk ook de problemen die er zijn om dit geheel te draaien, dit geheel te leiden, dit geheel te managen. Maar belangrijk is bij elk probleem wat er is dat er een eenduidige richting, visie moet zijn. We moeten ingevoerd zijn in elkaars denkwereld met betrekking tot hetgeen wij willen gaan doen. Nou, wanneer we dat als strategisch punt hebben, dan kunnen we hooguit verschillen van de tactische manoeuvres die je maakt naar dat strategisch doel toe. Ik ben heel blij met de inleiding van de voorzitter. Omdat wij zijn gaan beseffen
of wij reeds ruim beseften dat Suriname een ieder wil dat Suriname ontwikkeld wordt. En we hebben Suriname bestaat niet nu. En ontwikkelingen in Suriname zijn niet nu aan de gang. Als we alleen maar kijken naar de waar we vroeger wij als op school leerden, bauxiet is de kurk waarop de Surinaamse economie draait, dan ziet u dat wij al 100 jaar hier bezig zijn met ontwikkelen van bauxiet. We zijn bezig met al 10 jaar te ontwikkelen de bosbouw. We zijn al 10 jaar bezig en zeker na 80 de onze olie-industrie. Vandaag is de hype in onze goudindustrie. Wat we kennelijk vergeten hebben is dat, en natuurlijk moet je hulpbronnen, want die wil je gaan ontwikkelen om het land vooruit te brengen. Maar wanneer je vergeet dat de belangrijkste ontwikkelingsbron welke God gegeven heeft aan Suriname, dat het niet je goud is en geen bauxiet en geen olie en geen aardgas, maar de belangrijkste hulpbron is de mens, en dat je daar alle efforts in moet stoppen om die zo hoog en zo snel mogelijk te ontwikkelen, dan is het natuurlijk een heel andere kijk op zaken dan mijn overgrootvader die ook al lang bezig was met Suriname te helpen ontwikkelen. En de paarlichten zijn niet aan. Peter, een studentenfaciliteit is in ons opzicht meer dan een gebouw neerzetten. Gewoon iets neerzetten, klaar. Een studentenfaciliteit dient eigenlijk een leeromgeving te zijn. Het moet stimuleren dat er een learning community ontstaat. En wat is nou eigenlijk een learning community? Een learning community is eigenlijk een gemeenschap van studenten met gemeenschappelijke doelen en gemeenschappelijke attitudes, academische attitudes. Ja? Het moet een omgeving zijn die stimulerend werkt naar die doelen toe en naar die attitudes toe. Daar denken we aan een kantine, een goed functionerende kantine. Ja, ja, ja toch? Ja, oké, dan. Maar president, stelt u eens voor, u zegt aan uw vrouw, Inke, ik wil psychologie gaan studeren. Ja? En u komt en dan moet hij in de middag volgen, 4 uur, en dan heeft hij honger. En dan voor uw geluk of pech moet hij helemaal gebouw 12 achterop, maar er is nergens een pantry open om iets te gaan nuttigen. En dat missen wij. Ja, we willen misschien even iets drinken, want u kunt u voorstellen, u zit in de klas en u hoort ineens en u heeft die mogelijkheden niet voor een kantine. Daarnaast, en ik denk dat ik ook geluiden straks ga horen, toegang tot wifi. Ja dan. Ik ben uw zoon en de president zei het zelf, de gouden tijd, de 21ste eeuw en toegang tot internet. Ja? President, u voert een beleid waarbij u aangeeft dat elke leerling, elk student toegang moet hebben tot internet, omdat het ook bijdraagt aan de ontwikkeling van de mens. En dan is het dan onvoorstelbaar
dat we hier dat niet hebben. Want wij willen ons ook ontwikkelen. En wij willen ook e-learning. Wij willen ook weten wat er allemaal in het buitenland gebeurt. We hoeven niet speciaal naar de cyber te gaan, terwijl we hier een universiteit hebben waar het eigenlijk wel mogelijk zou moeten zijn. Dus dat zouden we ook graag in het concept van een studentenfaciliteit willen hebben. Ik heb een paar punten daar, president. Een ander ding dat ook stimulerend werkt, zijn goede sanitaire voorzieningen. Dat is ook allemaal belangrijk wanneer een studentenfaciliteit wordt opgezet. Niet dat je naar een plekje gaat, je denkt je gaat je behoefte doen en dan is er al een behoefte gedaan. Ja, dat is ook niet prettig. Ik denk dat goede sanitaire voorzieningen ook van belang zijn. U had het net ook over studentenhuisvesting. En dat is het niet alleen voor studenten die eventueel vanuit het buitenland willen komen om misschien een cursus hier te volgen. Maar ook onze districtskinderen. Ook onze binnenlandse studenten. Ik hoor dat er is aangegeven studentenfaciliteiten. Maar ik heb dus nergens gehoord, en daarop wil ik aanvullen, het totaal rolstoel toegankelijk maken van dit heel complex. Vanaf ik hier ben ingeschreven, zit ik te paraderen met een rollator, totdat mijn longen geen lucht meer hebben. En ik kom buiten adem bij de docenten terecht. Dus dat is één punt. En rolstoel toegankelijk maken in de ruimste zin des woords. Ook toiletten, liften, noem maar op. Everything. Dat is één, rolstoel toegankelijk maken van het complex. Twee, het is een ideale situatie dat de wet hoger onderwijs gaat corresponderen met een conceptwet. Even kijken. Conceptwet, voorzieningen mensen met een beperking. Ik weet dat er een conceptwet voorzieningen mensen met een beperking is, omdat ik beleidsmedewerker ben bij departementsleiding sociale zaken. Dus het zou ideaal zijn, dan kijk ik naar de heer Bova. Want dan betekent dat ook dat mensen met een beperking als legitieme studenten kunnen studeren in een ideale leeromgeving. En ten derde, er is dus gesproken over sport. Ik wil dus aangeven dat Suriname een regionale sportacademie heeft. En dan kijk ik naar minister onderwijs, de heer Adin. Ik zit graag met het idee dat er binnen de RSA, die overigens alleen fysiek sporten heeft, er een faculteit wordt opgezet, een faculteit der denksporten, waarbij er damsporten en schaaksporten als een aparte studierichting wordt opgenomen. Zo kunnen we dus niet alleen internationaal scoren op sport, maar ook de mensen die fysiek niet kunnen sporten, wel kunnen sporten op denkniveau. En ik mag meedelen dat Suriname in 1986 een damland was. Vierde damland ter wereld, waaraan mijn vader overigens heeft meegedaan. En ik denk dat dat er een balans moet zijn, want degenen die sporten, die doen het ook beter op school. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dank u wel. Melvin Bova, DNA-lid, tevens voorzitter van de vaste commissie van onderwijs, die heeft vandaag ook de studenten van de Anton de Kom Universiteit, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, toegehoord, maar ook toegesproken, vooral toen de studenten de problemen hebben aangegeven waarmee zij te kampen hebben op de universiteit. We voeren u naar het moment waarop Melvin Bova, DNA-lid, tevens voorzitter van de vaste commissie van onderwijs, de studenten toespreekt. Oké, ik heb goed geluisterd. De problemen zijn niet zoveel. Dus terwijl ik intoetste op een aantal specifieke dingen waarop ik zeker hier, maar ook later wilde ingaan, is die telefoon uitgevallen. Dus een energieprobleem. Zoveel is dat. Maar geen bepaalde dingen heb ik ook vastgehouden en onthouden. Laten we beginnen bij het begin. Er is een vraag gekomen van, ik dacht zeker meneer Molijn.
over de aandacht die er wordt gegeven vanuit het beleid en zeker vanuit de president aan de campus. Meneer Molijn, ik ken u en ik weet ook van waar u komt. Maar ik ben met waar we echt stil bij. Ik ben ook student geweest van de universiteit, deze universiteit, niet Trinidad of Miami of ja, Anton de Kamp Universiteit. En ik ben ook student geweest. Ik was de voorzitter in mijn studiecommunie, dus ik heb minstens 6 jaar hier rondgelopen op de universiteit. En ik heb geen enkele president toen gezien en kunnen spreken en mijn hart kunnen luchten. En dit te zien als een moment van begin en in het moment van einde. Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat ongeacht waar we staan of willen gaan, we steeds serieuzer moeten kijken naar het onderwijs. En ik ben blij met de visie die de president heeft geponeerd dat we heel wat goud hebben, heel wat bauxiet, heel wat gold to mother, vissen, parkeren, allerlei dingen hebben we als rijkdom. Maar de beste rijkdom is wat wij zelf hebben, wat wij zelf kunnen zijn, wat we van onszelf kunnen maken. En daarvoor heb je onderwijs nodig en daarvoor heb je de aandacht en de investering nodig. Daarom zijn we hier. En nog wat. Dit bezoek is niet ontstaan, president, ik weet niet of je nog weet, omdat de universiteit heeft gevraagd om te komen. We zaten te praten op het kabinet over de problemen van de universiteit. Maar de president zelf heeft gezegd dat wat die. Hoe dan meneer Kalit is daar, hij weet dat ik hem een paar keer heb gesteld. Wanneer is het beste moment om te komen? Oké, dus misschien een jaar of een paar maanden terug. Nu is het. En laten we op dit moment zien om alle problemen, alle wensen die er zijn, dat we niet nood. Dat we elkaar ook blijven volgen. En dat we zien dat er is geschetst met de investering in geld van 15 miljoen naar 60 miljoen. Dus er is wat meer ruimte om dingen te doen. Je ziet de uitbreiding van een aantal lokalen heb ik mogen aanschouwen. De planning voor de studentenhuisvesting. Dus er is een beetje meer ruimte om dingen te doen. But we ain't there yet. A passie lang, terwijl ik de dingen in toets van mijn telefoon heb. Zoveel problemen zijn er. Maar een aantal dingen hoeven niet direct op het bord van de president of van de regering. Denk met een goede organisatie. Vanuit jullie als studenten. Met een goede, want ik bedoel, lampen hier. Come on. Met een goede organisatie vanuit de studenten. Vanuit het bestuur van de universiteit. Ondersteund door het ministerie van Onderwijs. Ondersteund ook met wetgeving vooral en de aandachtcontrole op, vanuit de DNA. Kunnen we een aantal zaken binnen no time realiseren. Maar een heleboel gaan we natuurlijk niet binnen één dag kunnen doen. Maar een heleboel kan wel. Ik ben op de universiteit, dus geef het alsjeblieft prioriteit. En ik hoor zo net de bevestiging dat inderdaad die ICT-ontwikkeling zo ver komt dat de wifi-verbinding, en je kunt het straks bevestigen, voor het eind van het jaar, ik heb een ander datum genomen, maar voor het eind van het jaar, dus toen zoek Pagara 31 december, Wabu Wifi op de Anton de Kamp Universiteit. Onderwijsminister, ingenieur Ashwin Adin, heeft vandaag ook de studenten van de Anton de Kom Universiteit toegesproken. De minister is concreet ingegaan op bepaalde zaken welke de studenten hebben aangehaald, maar heeft ook aangegeven dat bepaalde zaken daarover nog gebogen moeten worden en dat ook deze zaken heel goed dat deze zaken ook heel goed nog doorgelegd moeten worden. Belangrijk is dat de studenten heel veel problemen hebben aangegeven. Vanaf elektriciteit tot en met ook accreditatie. Tal van problemen waarop de minister toch wel is ingegaan. De minister is heel lang ingegaan. En zoals ik het aangaf, kunnen wij u niet het volle lengte van wat de minister allemaal aan de studenten heeft gezegd. Maar we brengen u toch wel een belangrijk deel van wat onderwijsminister Ashwin Adin aan de studenten heeft voorgehouden. Dat was een jaar geleden en 1,5 jaar geleden stond ik ook hier, maar dan was ik meer docent. Dus het is een beetje bekend. Het rijmt ook nog. Maar ik moet even vragen, alvast de president, die zou van in principe gisteren hier zijn. U weet, het is Werelddag UNESCO, dag van wetenschap, peace and development, vrede en ontwikkeling. En hij heeft gezegd, nou, de dag is wel voorbij, we moeten vandaag komen en hebben het georganiseerd. En u bent, denk ik, in de goede gelegenheid gesteld
om al uw vragen te stellen. Laten we allereerst beginnen met... Kijk, het gaat veel om geld. En minister van Financiën zit hier. En ik kan ons heel veel vertellen over wat nou precies aan middelen er aanwezig zijn, niet aanwezig zijn. Maar onderwijs is wereldwijd. Wereldwijd in opmars. We willen steeds meer kwalitatief kader, we willen meer geld voor uittrekken. Tegelijkertijd moeten we besparen op zaken die wij minder goed doen. In optimalisaties noemen we dat. Belangrijkste is, en ik kijk ook naar het bestuur, de voorzitter is van de minister van de studentenvertegenwoordiging is hier, een goede management. En is niet zozeer als, ik heb een dia's reden gevoerd. Ik heb kritieke managementproblematiek aangehaald. En ik weet niet of de studenten daarna geluisterd hebben, maar het bestuur uiteraard. En ik denk dat ze dat meegenomen zullen hebben. Als er een goede verantwoording is, er is een duidelijke projectmatige manier hoe je zaken realiseert, dan zullen dit soort problemen niet meer moeten hebben. Dan nog is er een tekort aan middelen. Maar ik wil iets aan de studenten ook meegeven. Kijk, internationaal betaalt een student een gemiddeld bedrag tussen de 7.000 en 15.000 US voor een collegejaar. Daarvan zijn jullie wel bewust. Als wij dit probleem willen oplossen, want die middelen worden dan gebruikt om in te zetten zodat jullie goede faciliteiten hebben. Nu zijn jullie in de gelukkige omstandigheid regionaal dat jullie college geld haast. Wat? 400, 500 SRD? 57. Ook begon die klaagzang al te horen. 57. En in dat geld van 15.000 US, college geld, boeken, alles wat je kunt aan faciliteiten wordt daaruit gehaald. Maar hoe lossen we dit probleem op? De president heeft een opdracht gegeven, we moeten prioriteit, studiebeurzen en het studiefinancieringsaspect bekijken. Toiletten, leermiddelen, heeft allemaal te maken wat ik eerder aangaf. Als wij bereid zijn te investeren in onszelf, we kunnen financiering regelen die we later, als wij werken, zijn betalen, maar dan hebben we dat geld om al die faciliteiten en dat soort zaken, zodat ik niet hier zit te zweten helemaal en dan. Dat soort zaken kunnen we hier oplossen op die wijze. Accreditatie. Er zijn mensen van NOVA hier, ik zag mevrouw, en het bestuur natuurlijk is ook hier. Een van de grootste limitaties in de wet NOVA, dat houdt jullie op. Wisten jullie dat? In de wet NOVA is er aangegeven dat een opleiding, dat wij opleidingsgericht kunnen accrediteren slechts. Dat wil zeggen, elke opleiding die hier op de universiteit heeft, zal een panel moeten halen. Je gaat 15.000 euro voor moeten neertellen. Je gaat een hele zelf-evaluatiestudie, u weet, uw richtingen doen allemaal zelf-evaluatiestudies. En per richting ga je moeten accrediteren. Nou, we hebben gezegd dat gaat niet meer door en de president gaat zeggen, het duurt te lang. Dat is een oud ding. Laten we gaan naar het nieuwe concept. En wat we toen hebben gedaan als onderwijs, we hebben de wet laten aanpassen. Weet u wat nu gerealiseerd gaat worden en dan moeten we naar DNA gaan en dan moeten ze daar dat goedkeuren? Dat wij op institutioneel level kunnen accrediteren. Een universiteit wordt één keer geheel geaccrediteerd, alle opleidingen in één slag. Dat is wat u nodig hebt. De belofte van WIFA is gedaan, maar ik hoor de president, het is nog te ver. December is ver, maar... Ik hoor 2 weken, dus als jullie even geduld hebben. Wet hoger onderwijs. Wet hoger onderwijs is een wet die er nooit was. Hoger onderwijs is langzamerhand toch wel een beetje een chaos geworden. Ja? En wet hoger onderwijs zal ons in staat stellen. Jullie hadden nooit een wet hoger onderwijs gehad, je had de universiteitswet. Nu heb je een heleboel instellingen die zogenaamd menen hoger onderwijs. Zogenaamd zouden menen. Er zullen wel een paar goede tussen zijn. Maar hebben we een wet die mensen organiseert en die chaos een beetje in orde, in lijn brengt? Nu heeft deze regering gezegd, we gaan een wet ontwikkelen. En wet hoger onderwijs is een concept. Het ligt klaar en als het naar die DNA gaat, dan wordt die goedgekeurd. Maar er was een vraag die een dame stelde. En die dame zei van, ja maar als ik dat ga studeren... Die opleidingen moeten opgenomen worden in die wet. Anders krijg ik geen werk. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat we geen nationaal kwalificatieraamwerk hebben. Dat we geen wet hebben op titulatuur.
Als er geen nationaal raamwerk is van competenties vanaf jullie eerste jaar tot, jullie hoge, tot de hogere jaren, welke competenties in plaats zijn, niet dat u door zelf-evaluatiestudies en studierichtinganalyses hier vaststelt wat elektrotechniek aan competenties moet hebben, of wat psychologie aan competenties, dat moet nationaal vastgelegd zijn. President Daisy Bouterse, zoals ik het reeds aangaf, heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En de pers die popelde om de president te woord te staan, omdat er toch wel tal van zaken zijn die spelen. En de journalisten die zijn daartoe in de gelegenheid gesteld en hebben de president toch wel verschillende vragen gesteld over toch wel verschillende zaken, welke thans actueel zijn. We voeren u naar het moment waarop de pers vragen stelde aan de president. Nou, dat begrijp ik niet. De mensen buiten Paramaribo vinden, concentreren me te veel in Paramaribo. Nou, ik ben meer buiten Paramaribo dan in Paramaribo. Maar ten aanzien van wat we hebben de problematiek bekeken. En daarom speel ik met het idee van de Open Universiteit. En ook natuurlijk als we straks de totale, het heel binnenland hebben ontsloten. Gelooft u me, het is nog een operatie. We zijn bezig om grote helikopters hier te krijgen. Maar gaan ze met de gewicht die ze meenemen, gaan ze dan dat is het technisch punt, ze komen kijken. En we zeggen, de Tafelberg gaat nog wel. Maar Keizer enzovoorts, waar de masten moeten komen. Ons grootste probleem is het niet de masten zelf, het is het gewicht dat meegenomen moet worden. Weet, één zo'n batterij is 200 kilo. We hebben 600 van ze nodig om te vervoeren. Dus het is een hele operatie. Maar om dan concreet op die vraag in te gaan, als we zoveel inspanning plegen om het heel binnenland te ontsluiten en de gelegenheid te geven daardoor voor distance learning, wat zou het probleem dan zijn om dan hier niet de allerbeste faciliteiten te laten creëren voor onze studenten? We moeten een top universiteit hebben. Is het zo dat het collegegeld verhoogd zal worden, wat de minister net heeft aangegeven? Nee, de minister gaat van via hoe het studiegeld wordt verhoogd. Maar misschien is het iets voor iets, toch? Voor iets. Nee, hij gaf aan wat te doen gebruikelijk is internationaal en waar het op zou neerkomen als we dat zouden doen. Maar er is geen besluit die dan gaande genomen. Want zoals had er verwarring in de gemeenschap. Ik weet niet hoe men eraan komt dat er, ik hoor 24 is een vrije dag. Ik ga daar straks over praten, want het is ergens binnengeslopen en de hele wereld belt me van, is de vrije dag, is het de dag dat lijkt gesteld aan zondag. Dus daarom moeten we heel, dat is jullie werk, heel correct zijn met de beantwoording van zaken. En als je het niet begrijpt, vraag het nog een keer, want later corrigeren geeft je al die problemen. Dus de minister heeft niet gezegd, ik ga het nogmaals eerlijk gezegd, omdat deze problemen ik al bij het aantreden van ons waren deze problemen bekend. Kwestie van licht en noem maar op. En sport en geen goede kantine en bla 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 bla. Dus daarvan ben ik wel een beetje geschrokken dat de meest simpele en basale zaken nog niet in orde zijn. Gaat u nagaan waarvoor die 60 miljoen gebruikt wordt door het bestuur? Wat zegt u? Gaat u nagaan waarvoor die 60 miljoen geïnvesteerd wordt door het bestuur? Nou, ik denk dat daar de minister van Financiën zijn instrumenten voor heeft om dat te doen. Als ik u zeg wat het gebouw gaat kosten straks, waarvoor we straks zo direct gaan tekenen, dan zou u schrikken. Maar financiën behoort zijn instrumenten te hebben om dat soort zaken te controleren. Dus dat is not my job. Wat is voor u de meeste prioriteit binnen het onderwijs? Op het ogenblik zijn het de wetten die aangehaald zijn door de minister. Recht op hoger onderwijs. Recht op hoger onderwijs. Er is nog één
Accrediteren is belangrijk. En we hebben niet aangehaald. Er komt een open universiteit. Een commissie, een board, welke zich autonoom willen instellen voor wetenschap en technologie. En zij vanuit een autonome positie kunnen dan instanties en organisaties informeren. Dus als het goed is, moet u zich kunnen herinneren dat ik dat ooit voor 2010 heb gezegd. Ik wil dat nog doen voor einde van deze periode. President, ik heb wel een vraag buiten de orde. In de eerste week van november zijn 5 inbraakverdachten aangehouden en in verzekering gesteld. Ze zijn opgespoord, de leden van de afdeling kapitale delicten, in samenwerking met de verschillende politieopsporingseenheden. De 25-jarige Rendel L. is op 5 november aangehouden en ingesloten. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een inbraak gepleegd aan de Udrijsing-Firmaweg. Daarbij is geld en andere zaken weggenomen. De comparanten van Randeel worden nog opgespoord. De 44-jarige Erginius A. is op 5 november aangehouden en opgesloten ter zake gekwalificeerde diefstal. Hij moet samen met de 54-jarige HM een inbraak hebben gepleegd aan de S-Rittenweg te Sunny Point op 22 augustus van dit jaar. Zijn comparant HM is kort na de inbraak aangehouden. De 38-jarige Harvey B. is op 6 november aangehouden en opgesloten voor een inbraak gepleegd aan de Calcutta-straat en wel op 21 november van het vorig jaar. Hij heeft een volmondig bekentenis afgelegd. Op 6 november is de 24-jarige Benjamin V. aangehouden en opgesloten voor een inbraak gepleegd aan de Robbilaan te Paramaribo. Deze inbraak moet hij in de maand augustus hebben gepleegd. Clyde O. is op 6 november aangehouden en in verzekering gesteld in verband met een inbraak gepleegd te Richelieu in het district Kommewijnen. Kijkers, we hebben u eerder vorige week de interviews gebracht vanuit Sanaa Boudaya, waar het Nationale Kunstbeurs 2014 werd gehouden. En altijd bij de afsluiting worden dan de kunstenaars en de opkomende kunstenaars van het jaar 2014 bekendgemaakt. En Rahid Abdul, de kunstenaar met wie we hebben gesproken bij Nationale Kunstbeurs 2015, is dit jaar uitgeroepen als beste of kunstenaar van het jaar 2014. Een hele prestatie, toch wel voor deze jonge, veelbelovende kunstenaar die toch wel heel wat furoren maakt met zijn werken. Vandaar dit vraaggesprek met de heer Abdul en ook de felicitaties van ons aan u, heer Abdul, met uw titel als kunstenaar van 2014. Ja. Had u het verwacht? Om eerlijk te zijn had ik het niet verwacht, mm-hmm. Omdat er zulke grote kunstenaars ook daar aanwezig waren. En toen ze mijn naam roepte, was het van, mijn god, het was een echte moment, ja. Ja, welke gevoelens gingen in u om, want ik neem aan, in de kunstwereld van Suriname is niet groot, maar om de titel te krijgen van kunstenaar van het jaar, welk gevoel ging toen in u om? Nou, het was een gevoel van vreugde. Mm-hmm. Een gevoel van, een gevoel van waardering. Okay. Een gevoel van dat men me eigenlijk nu waardeert. Van ja, jij bent een kunstenaar, jij hoort erbij. En dat was het. Ja. Hoe belangrijk is het om erbij te horen? Het is heel belangrijk. Omdat je kunstwerken eigenlijk, kijk, je maakt iets vanuit het niets. En dan ga je het presenteren en zodoende krijg je meer bekendheid. En het belangrijkste is ook dat je moet doorzetten. En dat heb ik gedaan, 5 jaar al. En dit is ja, de resultaat. Ja.
wanneer iemand de titel krijgt van kunstenaar van het jaar, zegt u dat u zich voor uzelf nu kunt zeggen van ik kan me meten met de andere grote in Suriname? Nee, nog niet. Oké. Want het is gewoon een stimulans dat je het beter moet doen. Want ik zie hun, kijk, zij hebben 20, 30, 40, 50 jaar ervaring. Ik ben pas 5 jaar komen kijken. En ik zie het als een uitdaging om het steeds beter te doen. En dit was een stimulans van, je moet het beter doen. Ja. En hoe groot was het deelnemersveld van dit jaar waaruit men toch wel kunstenaar van het jaar kon uitroepen? Het waren 40 kunstenaars, okay, waaronder keramisten, beeldhouwers, 2 beeldhouwers, ik en meneer Adogo, tekenaars, schilders, ja, dat was het. En de groep van Sweet Hero was ook daar ter plekke bezig. Nu met uw titel, met uw nieuwe titel die u hebt gehad, wat wilt u gaan bereiken nu allemaal op kunstgebied? Nou, ten eerste wil ik een beetje buiten Suriname gaan. Mm-hmm. Ik wil in het buitenland exposeren. Okay. Die plannen ben ik nu bezig te maken van waar ik ga komend jaar. En ik ben ook bezig nieuwe werken te ontwikkelen voor het komend jaar. Want begin van het jaar moet ik ook verklappen dat we ook een groepsexpositie willen organiseren. En dat zijn mijn plannen. Ja. Wat vond u zelf van kwaliteit van NK 2014? Nou, er zijn altijd kinderziektes in een expositie of in een organisatie. Dat waren er wel. Moet ik helaas met veel spijt betuigen. Maar bij de volgende Nationale Kunstbeurs zijn die dingen weggewerkt. Dat weet ik zeker. Wat waren zo'n beetje de kinderziektes? Nou, organisatie? Het waren niet qua organisatie, maar ik denk een beetje minder communicatie tussen kunstenaars en de organisatoren. Okay. En ik denk een beetje de setup. Setup kon veel beter gedaan worden. Maar we moeten ook rekening houden dat de locatie niet echt zo groot was. Dat zou ik u net vragen. Is in feite Sana Budaya de plek? Sana Budaya is in feite wel de plek, maar voor 2015 weet ik niet, omdat NK zijn 50ste jaardag dan viert. Ja, dus we kijken nog. Maar jullie als kunstenaars, heer Abdul, wat willen jullie zelf doen om die kunst, want we draaien allemaal een beetje een aantal jaren zo, en we kunnen met een gerust hart stellen dat onze kunst toch die kwaliteit heeft. Wat willen jullie toch dat jullie bijdragen worden aan het omhoog brengen van die kwaliteit en het omhoog brengen van onze kunst in Suriname? Nou, mijn streven is bijvoorbeeld, ik probeer altijd met iets nieuws te komen. Ik wil niet blijven hangen van, dat is het en daarbij blijft het. Nee, we moeten een stapje verder. We moeten ook kijken internationaal van wat men presteert. Wij moeten dus ons excelleren op hogere hoogtes. Dat wij kunnen zeggen van, Suriname, hij blinkt van de rest van de wereld. Okay. En dat wil ik doen in de toekomst. En dat ben ik ook bezig te doen. Ja. U wil uw vleugels uitslaan nu naar het buitenland. U wil nu een beetje in het buitenland gaan exposeren. Welke landen heeft u zo'n beetje in mind? Of heeft u al uitnodigingen vanuit het buitenland? Ik heb wel uitnodiging uit Guyana. Okay. Ik heb ook uitnodiging uit New York. Dus ik kijk wat het wordt. En ik kan me nog heugen, toen het interview hadden, had u nog geen uitnodigingen? Nee, daar had ik nog geen uitnodigingen. Dus uw nieuwe titel heeft u heel goed gedaan. Ja, en het verheugt me ook van, kijk, in 2012 heb ik de titel gehaald voor best opkomende. En precies 2 jaren erna haal ik de titel voor beste kunstenaar. Dat heeft allemaal aangegeven dat u zich in die 2 jaren tussen 2012 en 2014 gewoon extra hebt ingezet, neem ik aan. Ja, klopt. Aan wie heeft u het opgedragen, uw award? Nou, ik heb het als eerst opgedragen aan de Almachtige. Want door hem vind ik de kracht om me door te zetten. Mijn ouders, wel en mijn vader vooral. En, ik weet dat hij een heel grote fan van jullie was, of tenminste van jou was. Van mij was, ja. Hij heeft me tot het einde gestimuleerd. En hij is er niet meer, maar ik weet dat hij blij zal zijn.
trots zal zijn. Trots zal zijn. Helemaal, ja. Ik denk dat het woord trots helemaal passender is. Heer Abdul, maar we zijn ook bijzonder trots op u. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen. En we kijken uit naar alle andere verrichtingen welke u mag verrichten op kunstgebied. Dank u wel. Graag gedaan. Welkens. De 25-jarige Steffen Ferdinand Wespa wordt opgespoord door de afdeling kapitale delicten van de politie. Hij wordt verdacht van diefstal door middel van geweldpleging van een auto van het merk Toyota Alien. Dit strafbaar feit is gepleegd op 30 augustus op de kruising van de Hira en de nieuw weer gevonden weg. Nogmaals, de 25-jarige Steffen Ferdinand Wespa wordt opgespoord door de afdeling kapitale delicten van de politie. Hij wordt verdacht van diefstal door middel van geweldpleging van een auto van het merk Toyota Alien. Dit strafbaar feit is gepleegd op 30 augustus op de kruising van de Hira en de nieuw weer gevonden weg.